afspraak met Isha en Ismee uit Harmelen. Ze had een hotel geboekt, Lorette Mar. Maar bij aankomst bleek alles anders. Ze waren overboekt. Totale paniek sloeg toe. Maar ja, de reisorganisatie zei, geen stress, ik heb een nieuw hotel voor jullie. Zelfs met een ster meer. Nou, de meiden vol enthousiasme naar het nieuwe hotel. Maar bij aankomst bleek alles anders. Het was één groot drama. Ik ga erheen. Isha en Ismee zouden dus blij moeten zijn. Door de overboeking hebben ze in plaats van het 2-sterren hotel Villa Garbi zonder bijbetaling een kamer gekregen in het 3-sterren Garbi Park van dezelfde hotelketen. Ja, ze zeiden dat het wel een beter hotel was met een ster meer. Okay. Maar ja, dus wij verwachten er ook meer van. Maar ja, toen we daar kwamen, toen bleek het eigenlijk helemaal niet zo goed te zijn. Het balkon is 1x1. Je kan er in je eentje op staan en dat is het. Terwijl, als je de foto's ziet van wat wij hebben geboekt, zouden we een groot balkon hebben, een grote kamer, een normale badkamer. Maar ja, het is gewoon heel jammer. Het is echt heel triest. Airco, het is verschrikkelijk. Hij lekt de hele tijd. Als we binnenkomen in de kamer, ligt er heel veel water op de grond. En de schoonmakers doen er gewoon niks aan. Ze halen er een dweil overheen en doen er helemaal niks aan. Is de airco ook de reden van je rare stem? Ja, ik ga er wel vanuit. Ik heb nu, sinds dat wij hier zijn, heb ik deze stem. Voorheen had ik dit niet. Door de lawaaiige airco doen de meiden geen oog dicht. Maar het ding moet wel aan. Het is bloedheet. En ook het eten blijkt niet in orde. En wat is je opgevallen bij het buffet bijvoorbeeld, wat niet goed ging? Kip die gewoon roze is aan de binnenkant. Rauw dus. Gewoon niet goed gebakken. Hamburgers die aan de binnenkant gewoon een andere kleur hebben als aan de buitenkant. Hamburgers zijn ook koud, patat is koud. Dus we eten eigenlijk ook altijd buiten de deur of kopen zelf iets. Dus ja, dat brengt ook nog wel kosten met zich mee omdat we all inclusive zitten. De dames melden hun klachten bij de reisleider. Maar die doet niets. Hij zei van, nou je moet nog maar even klagen bij de receptie, want ik heb nu geen tijd. Ik kom van de week anders wel langs. Nou, dat was wel bizar. Dus eigenlijk ook de reisorganisatie neem ik jullie niet serieus? Ja, het is echt verschrikkelijk. Het is ons zo in de steek laten. Ja, het is gewoon eigenlijk echt heel kut, want je betaalt er gewoon voor. En dan wil je ook gewoon wel wat voor terugkrijgen. Dat krijgen we niet, gewoon. Het wordt dus hoog tijd dat iemand de dames serieus neemt. Rob gaat met ze mee naar hun hotel. Kijk, maar kijk, het is hier al nat, hè? Ja, klopt. Als je naar binnen gaat, is het nog meer. Dat is ook niet normaal, hé. Nee. Verdamme. Jongen. Een hok. Ja, wat een hok. Voor 1200 euro. Ja, dat is ook leuk. Jeetje. Dat is ook niet wat we hadden geboekt. En warm? Ja, want die airco doet niet meer. Nee, die lekt alleen maar. Ja. Hé, hey, joh. Maak je met grap. Net met z'n tweeën. Zo, het loopt nog af ook, hè? Dit geluid op niemand. Je kan geen stoelen zetten. Dit is een balkon voor hey, twee dwergen. Er zit nog krap. En als je dan kijkt. Als je dan hier gaat zitten samen, dat gaat niet, maar misschien wel schoot bij elkaar. Dan kijk je tegen zo'n fantastische, kansloze, gore witte muur aan. Ja, dat klopt ook. Wat een uitzicht. Welkom, Lorette. Dat is even kick. Heel bizar, zeg. Jij ligt zeker in dit bed. Ja, hier. Ja, lig je dicht bij de airco. Dus ja, dan kom je in de problemen. Door de kapotte airco ontstaat het ideale klimaat voor virussen. Met zijn testkoffer kan Rob ook ander niet direct zichtbaar vuil aantonen. En met de UV-lamp is duidelijk te zien wat de vorige gasten hebben uitgesproken. Nee, godverdomme. Wat denk je dat is? Nou, ik wil denk ik dat niet weten. Kijk, twee handen. Eww. Twee handen. Eww. Ja, er is iemand tegen die muur gezet hier. Eww, dit is niet normaal. Ja, ik schrok er ook van. Kijk eens. En je ziet dat het zo stoffig is. En hoe vies? Ze maakt gewoon nooit schoon. Nee. Nou, daar heb ik er last van heb. Is het zo? Alles eronder. Oké, hoe het eruit ziet. Ja, wat is dat? Kijk op bloed. Dat is mijn kussen. Daar slaap je op. Godverdamme. Het is helemaal onder de schimmel. Kijk eens. Dit is echt een hele vieze smeer hoor dit. Kijk wat hier. Er is weer een hand. Godverdamme. De dames moeten even slikken. Ze hadden niet gedacht dat het zo vuil zou zijn.
Met de speedcheck toont Rob ook aan dat het vol zit met ziekmakende bacteriën. Nee. Hij borrelt. Hij is gewoon heel zwart. Beweeg gewoon, hè? Eeuw. Dit zijn dingen die op je luchtwegen slaan. Vieze kan hij gewoon niet. Ja. Rob inspecteert het buffet. Nou, wat je ziet ook, dat ze vaak, heel vaak die bakken te vol maken. Kip nuggets, dat is juist lekker als je krokant korstje hebt. En nu gooien ze die bakken vol. Oud bain-marie, dat wordt heel gauw zacht. En met dat ook. Dat leent zich helemaal hier niet voor. En als je nu kijkt, bijvoorbeeld bij deze vis. De hoeveelheid is veel te hoog. De ene is helemaal uitgedroogd en de andere die ligt er bovenop. Dat voorspelt niet veel goeds. Rob schept van alles wat op. Er is keuze genoeg. Alleen ziet het er vreselijk uit. De groenten die krijgen alleen, warmte van de onderkant. Dus de bovenkant wordt niet verhit. Die loopt naar richting 30 graden. Hij loopt alleen maar naar beneden. Ja. Nou, dat moet minimaal 65 zijn. Dus hij is gewoon veel te koud. Nou, dan gaan we naar de vis. Vis moet minimaal tussen de 60 en 70 graden zijn. Dus het is gewoon de helft te koud. Nou, hier de koude gerechten. Nou, dit is een pasta tonijn salade. Er zit tonijn doorheen. Koude salades moeten koud zijn. Boven de 7 graden krijgen bacteriën de kans zich te vermenigvuldigen. Hoogwaardig. De temperatuur van het eten is niet in orde. En ook met de hygiëne is het slecht gesteld. De borden blijken vies. Als je alles bij elkaar vergelijkt zo, de borden zijn niet goed schoon. Het eten, het warme eten, is veel te koud. En het koude eten veel te warm. Dus de conclusie van dit buffet, dramatisch.